je moet heel anders kijken. Elke dag is anders. Het is altijd gewoon creatief denken en kijken in mogelijkheden. En van niet van nou, wat kunnen ze niet, maar meer van nou, wat kunnen ze dan wel. EMB betekent ernstig meervoudige beperking. Dat betekent dat mensen een verstandelijke beperking hebben met daarbij gedragsproblemen en lichamelijke problemen. Ja, bij deze doelgroep is het toch wel heel belangrijk dat je structuur biedt. Dus een goede dagopvulling die eigenlijk vrijwel hetzelfde is. Nou ja, niet heel vaak dingen benoemen. Ze een beetje de tijd geven om na te denken. Het plakken, het knutselen en al die dingen meer. Nou, in het begin was het gillen. Alles wat beetgepakt, wat vreemd was, was het gillen. Nou merkt ze echt, als ze iets in handen krijgt, een potlood of een stift, oh, dan wordt dat van mij verwacht en dan werkt ze ook een beetje mee. Het is heel klein kijken, dus met perspectief beginnen we met het kleine deel. Wat vertellen zij ons? Wat laten zij ons zien? En dat evalueren, zodat we dat gedrag kunnen vertalen in wat zij nou eigenlijk bedoelen. En daarmee kunnen we hun verder laten ontwikkelen en het gedrag helpen of het gedrag stimuleren. En wij vinden het heel belangrijk dat ze eigen keuzes maken, dat ze zelf dingen doen. Nou ja, dat kost wat meer tijd. Binnen deze doelgroep hebben ze een wat een langzamere verwerking. Dus dat duurt gewoon wat langer voordat je je antwoord krijgt. Bewoners hier hebben echt 24 uur per dag zorg nodig. Dat verschilt van ADL tot aan begeleidingsniveau, tot aan... Nou, eigenlijk zo gek kun je het niet bedenken. Hulp met eten, eigenlijk alles hebben ze hulp bij nodig. Dat men goed met haar omgaat eigenlijk. Ja, ja. En dat met haar gepraat wordt. Ja, dat vind ik ook heel belangrijk, dat ze met haar gepraat wordt. Want zij snapt heel veel dingen. Proberen ze hier overal bij te betrekken. Alles wat je doet. Ga je de was doen, neem je ze mee. Het ruiken, ervaren, proeven, dat soort dingen. Jij denkt heel groot, want hè, de wereld voor ons is heel groot. Maar zij fleuren op van iets heel kleins. Voor hun is een goedemorgen zeggen en een knuffel daarbij kan voor hun de hele dag betekenen. Dus geven zij mij een vrolijke glimlach terug, dan is mijn hele dag goed en weet ik dat ik het goed heb gedaan. En dat, ja, daar geniet ik van.